Sportweek TV. Nee, dit is niet Funniest Home Video's. Dit is de voorbereiding van Marianne Vos op het WK-veldrijden in Hoogerijde. Donderdag konden de renners het Brabantse parcours alvast een beetje verkennen. Maar ja, er stond ergens nog een hekje. Ik zag je gaan. Ja, het was inderdaad nog niet helemaal open. Dat was ik niet op voorbereid. Harde klap of niet? Nou, het was wel een spectaculaire klap, maar het viel wel mee. Niks aan de hand. Ik reed met mijn fiets tegen het hek en de fiets heeft de klap opgevangen. En ik ben overeind gebleven. Het was voor ons schrikken, voor jouzelf? Ja, ook wel, want ik zag het aankomen, maar al te laat. Ik zag het aankomen een meter voordat ik op het hekje klapte. Nou ja, dat schrik je wel even. Maar niks, ik zeg al niks aan de hand, gelukkig. Nee, je hebt er geen last van? Nee, ja, je kunt natuurlijk wel... Het kan natuurlijk ook verkeerd uitpakken, maar... Het zou je zomaar je WK kunnen kosten. Ja. Ik bedoel, dat zijn van die gekke dingen. Had inderdaad gekund, maar ja, dat kan altijd overal wat gebeuren. Dus gelukkig is het nou niet ernstig. En dan naar de volgende patiënt. Lars Boom viel bij een wedstrijd in Loenhout op zijn elleboog en moest even vrezen voor het WK. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan hij zijn titel gewoon verdedigen. Hoe is het fysiek? Ja, goed. Elleboog buigt weer. Dus dat is goed. Ontsteking. Dus wel even schrikken. Nou ja, het hoort bij het wielrennen en als je valt, dan val je. En ja, het kan nou eenmaal gebeuren. Het was nu van 2006 geleden, dus ja, hoort erbij. Maar schrik je dan ook? Want ik bedoel, ja, je hebt alles in het werk gesteld voor dit WK eigenlijk. Je schrikt wel een beetje, maar goed, je hebt genoeg mensen, medische staf om je heen om goed verzorgd te worden. En die hebben het beste met je voor en die doen er alles aan om je weer op te lappen. En dat is ook gebeurd. Dus nu bijna geen last meer? Nee. Ik ben topfit over 2-3 weken. Zeker, ja. Tot zover de ziekenboeg. Dan het parcours. Wat vinden de twee grootste Nederlandse troeven ervan? Is het een Lars Boom parcours? Op het moment nog niet, maar omdat het heel erg bevroren ligt natuurlijk. Maar er kan zoveel gebeuren in 3 weken. Dus ik maak me daar niet zo druk om. Vorig jaar was het een Lars Boom parcours en dan gaat het dit jaar ook wel zijn. Dan moet er wat regen vallen, denk ik. Moet het gaan dooien natuurlijk en ja, wat regen erop. Het gaat sowieso nog wel dooien, denk ik. En als er regen valt, hoeft het niet per se, maar het mag voor mij wel gaan dooien. Ja. Nou, ik denk dat wie goed is, dat voor diegene op het lijf is geschreven. Dus het is gewoon een parcours wat heel eerlijk is. En het is absoluut een Lars Boom parcours. En als ik goed ben, dan ligt het mij ook. Ik denk dat het een heel compleet parcours is en... Voor de Nederlanders misschien wel goed. Goed voor de Nederlanders, dus dat betekent kansen. Hoe zien ze dat zelf? Wie zijn jouw grote concurrenten? Sven Nys, Niels Albert? Ja, gewoon de Belgen, wat Tsjechen. Over het algemeen gewoon, het gaat een grote groep zijn. Kijk, als Nederlanders er zijn een aantal goede jongens natuurlijk. Dus er zijn heel veel renners die mee kunnen doen voor de overwinning. En toch ben jij de grote favoriet. Geeft dat druk? Nee, ik geef geen druk. Ik ben vorig jaar al wereldkampioen geworden. Vind je eigenlijk alleen maar lekker volgens mij druk, of niet? Nou, ik heb er geen moeite mee. Nee. Ga je winnen? Nou, er zijn een aantal favorieten en misschien hoor ik daar nog wel bij. Maar, Denk ik wel, toch? Nou ja, dat denk ik ook wel. Maar ik ben niet absoluut titelkandidaat, denk ik, op dit moment. Er zijn een aantal hele sterke meiden die hier op dit parcours heel goed uit de voet kunnen. En ik hoop absoluut voor de titel mee te doen. Sportweek TV.